krijg de indruk dat er meer mensen die hier hebben gewoond. Ja? Absoluut niet. Nee, ja, maar dat is wel heel toevallig. Alleen Sal Arbeid, zijn vader, die heb ik nog wel ontmoet. We spreken elkaar heel zelden, maar hij heeft me laatst nog opgebeld. Maar verder heb ik nooit meer iemand gesproken. Ja, Aalsveld is naar Israël nog even gekeerd. Oh ja, ja. Die heb ik nog wel gesproken. Ja. Dat is een ander verhaal. Oh. Lottie, ben je hier nog wel eens terug geweest in de buurt? Het is juist van 11 februari 1943 nooit meer hier geweest. Dus. Ja, hoe ging dat trouwens toen je terugkwam na de oorlog in Amsterdam? Wist je meteen van, nou ik hoef niet naar de Tugela weg, nee. Want daar kan ik toch niet meer in? Was dat al bekend? Of, het was wel je ouderlijk woning. Ja, maar je wist dat er niemand meer was. Dus, en ze hadden gezegd, alles was leeggehaald, de huis is leeggehaald. Dus, we gingen hier helemaal niet meer naartoe. Dat was al bekend. Kan u ergens in Amsterdam wonen, ergens anders? Nou ja, we werden. Nou, de eerste avond dat we druk. Nou, wij gingen dus vanuit Duitsland, waar we dus bevrijd werden, gingen we naar Zweden. Dus daar hebben we nog. Tot en met augustus waren we in Zweden. En toen kwamen we terug. En toen zijn we gedropt in Groningen. En dan moesten we maar zien dat we daar wegkwamen. Door het Rode Kruis? Ja, door het. Er was geen Rode Kruis te zien. Er was niets hoor. We waren daar in Groningen en er waren enkele die nog familie hadden of kennissen. Die werden dan opgehaald.